Nintendo fans, welkom bij weer een gloednieuwe video op dit kanaal. Het is een tijdje geleden, het is een behoorlijk tijdje geleden zelfs. Ik doe even wat rustiger aan met de video's, want ik ben een beetje mijn leven aan het leiden en dat bevalt best wel goed eigenlijk. Maar, hey, er zijn nieuwe Mario Kart banen, dus ik moet daar sowieso wel even een videootje over maken. Want deze banen zijn volgens mij super leuk. Ik heb ze nu 1 of 2 keer gespeeld, dus de derde keer dat ik ze speel. En vandaag ga ik ze beoordelen. Ik ga de banen beoordelen die we spelen. En vandaag spelen we de banen in de Gouden Sprintbeker. En je ziet dus dat we lekker in Parijs zijn. Je m'appelle Riek. Je veux lekker Mario Kart spelen. Ik doe dat niet zo heel goed eigenlijk. Dus laat ik maar weer gewoon lekker Nederlands gaan praten. Misschien gaat het dan beter. Lekker door de bocht slippen. Donkey Konkie proberen in te halen. Waarom gaat dat rode schild alsnog naar mij? Waarom krijg ik alles op mijn bakkes? Dit is niet cool. Laat mij een keer met rust. Ik zeg laat mij met rust. Hoeveel van die vuurbollen heb jij? Je begon een half uur geleden al op mij te schieten. En daarna kan je nog een half uurtje op mij schieten. Anyway, let's go. Let's go. Let's go, Yoshi. Dit kan jij. Dit is jouw baan. Dit is jouw moment. Ja, kijk, daar staat een Yoshi voor je te juichen langs de zijkant. Er staan nog meer Yoshis te juichen voor jou. Ik mis mijn sprint boost. Mijn spring boost ding. Dat is een beetje jammer. Ik ga hier even mijn banaantje neerleggen. Zo, hoppakee. Als iemand die wil hebben, gaat lekker niet lukken, vriend. Want er ligt een banaantje. Oké. Langs de grote piranha plant. Hier naartoe. Deze bocht overleven. Ja, gaat helemaal goed. Shy guys langs de baan. Maar het voelt best wel als Frankrijk. Ik vind het... Oh, ik moet de andere kant op. Ik ken de baan nog niet zo goed, jongens. Ik ken ze nog niet goed. Ik ga dat rode schildje proberen te toeteren. En het is gelukt. Het is gelukt. Nou is het alleen te hopen dat we geen blauw schild op onze bakkers krijgen. Volgens mij gaan we nu trouwens de andere kant op. Dat is wel leuk gedaan. Dat je niet 3 keer exact hetzelfde rondje rijdt. Kijk, zijn hier allemaal tegenliggers. Dat zijn de achterblijvers die we aan het inhalen zijn. Lekker ruim om die plant heen. Want anders worden we opgevreten. Daar hebben we geen zin in, Yoshi. Hey, daar staat een Yoshi lekker pretzels te verkopen of zo. Of lekker crepe. Oh, dat is lekker, jongen. Dat zijn pannenkoeken. Pannenkoeken in Frankrijk. Het wordt dubbel gevouwen dan. En daar kan je dan bijvoorbeeld chocopasta tussen laten doen en zo. Crepe heet dat. Dat is zo lekker. Volgens mij, die Yoshi die daar stond, die verkocht dat gewoon. Let's go. Nou, we gaan eigenlijk best wel soepel. In deze video ga ik dus alle banen een cijfer geven. En mijn cijfer voor deze baan is gewoon een goede 8,5. Ik vind het een hele leuke baan. Leuke eerste baan. Deze komt uit de Tour Mario Kart Tour Game. De mobile game. Ja, ik vond het vet. En dan gaan we door naar Toad's Circuit van de Nintendo 3DS versie. Laat vooral ook weten welke baan jij het tofste vindt uit deze game. En probeer altijd goed te starten, want dat is het halve werk. Don't be like Rickachu. Lekker dit. Dit is dus een 3DS baantje. Ik vind deze ook echt super leuk. Kijk, ik vind het zo vet hoe al die toadjes daar over de baan vliegen in die grote ballonnen. Hier staan ze weer lekker ons allemaal aan te moedigen. Iedereen is fan van ons. Donkey Konkie rijdt weer voorop. Toadje rijdt weer op de tweede plek. Ik pak de ruime bocht en snij hem lekker aan naar binnen. En de speedboost zo, hoppakee, langs Donkey Konkie. Kijk ze allemaal juichen, maar dit vind ik er super leuk uitzien, man. Van die grote opblaasbare toads en van die paddenstoeltjes. Het is niet een hele moeilijke baan eigenlijk dit. Sterker nog, het is een vrij simpele baan. Het is een beetje een basisbaantje. Maar hij is wel heel leuk vormgegeven. Ik word hier wel heel erg vrolijk van, moet ik zeggen. Het is wel dat je denkt van, ja, hier wil ik wel gewoon rijden. Dit is leuk, dit is gezellig. Dit is lekker kleurrijk. Ja, I love it. Hoppakee, we speedboosten er nog een keer doorheen. Donkey Konkie zit me wel echt op mijn hielen. Die heeft er even geen zin in vandaag om dit lekker makkelijk te maken voor mij. Donkey Konkie die doet wel moeilijk, maar we gaan winnen. We gaan sowieso winnen van Donkey Konkie. Hups, even een flatsiek ideetje. Ja. Hey, Donkie. Je gaat geen rode schild op mijn bakken gooien, AUB. AUB. Wilt u mij met rust laten, AUB? Even dubbele vraagteken pakken voor de zekerheid, AUB. Dan krijgen we minimaal 1 banaantje. En dan gaan we over de finish. Het is finito voor Donkey Konkie. Deze baan krijgt van mij een 7,5. Ik vind hem er heel leuk uitzien, maar hij is wel een beetje makkelijk. Dan zijn we nu in de Choco Kloof. En dat is een baan voor de Nintendo 64 origineel gemaakt. Had ik trouwens al gezegd dat dit de banen zijn voor de Gouden Sprintbeker. En dat er maar liefst strakjes 96 banen zijn in Mario Kart 8 Deluxe. Er zitten natuurlijk al 48 originele banen in. En er komen er nog eens 48 bij. Waarvan de meeste remakes zijn van banen die we al kennen. Zoals deze dus, de
Choco Kloof. Maar er komen ook een paar nieuwe banen in. En in de volgende video zit sowieso een hele nieuwe baan. En dat is echt een geweldige baan. Dus als je die wil zien, vergeet sowieso niet te abonneren op dit kanaal. Doe even een duimpje omhoog voor de support. En nogmaals, laat weten in de reacties welke baan jij het vetste vindt. Want ik ben benieuwd welke ik het vetste vind. Ik denk dat ik deze vind ik zelf denk ik ietsje minder of zo. Ik weet dat er veel mensen wel fan zijn van deze baan. Maar ik vind hem een beetje kaal of zo. Er gebeurt niet zoveel. Kijk, hier bijvoorbeeld. Ja, er komen wel wat meer fluisjes aan. Maar de grotjes die zijn allemaal redelijk basic. Je kan natuurlijk nog wel geraakt worden door blue shells in de grotjes. Maar het is ook veel bruinig. En ja, ik vind hem een klein beetje saai, denk ik, of zo. Hij is wel wat uitdagender dan de andere banen. Dat wel. Hier kan je bijvoorbeeld zo'n steen bovenop je bakkers krijgen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. En dat gebeurde dan ook bijna. Maar net niet helemaal, dus dat is lekker. Er staan hier ook wel wat mensen te juichen. Maar ja, ze moeten natuurlijk helemaal deze rots opklimmen. En dat doen ze niet zo makkelijk. Dus ja, ik moet nog even nadenken over een cijfer. Ik denk dat ik deze het minste vind van deze cup eigenlijk. Als ik heel eerlijk ben. Het lijkt ook wel een beetje op Wario's Goudmijn. Ja, het lijkt een beetje alsof er stukken van banen zijn gekopieerd om dit tot een volledige baan te maken. Oeh, bijvoorbeeld de Kristalmijn van de Shy Guys, die we al kennen. De Donkey Kong baantjes. En ik beland daar bijna op die banaan daar zo. Maar bijna is gelukkig niet helemaal. Let's go, let's go, let's go, let's go. Oh, nee. Geen Red Shell. Nee. Kijk hoe hard die Donkey Kong hier rijdt. Kijk hem gaan. Kijk, nee, hij heeft nog een Red Shell. Hij heeft nog een Red Shell. Hij gaat mij slopen. Donkey Konky. Nee. Nou, nu krijgt deze baan nog een puntje minder. Zag hem zo juichend over de finish gaan. Wat een eikel. 3 meter voor de finish. Cijfer voor deze baan. Een 7 min. En dan zijn we nu aanbeland in Ameland. Nee, bij Coconut Plaza. Coconut Mall. Originele baan voor de Wii. Favoriet van heel veel mensen. Weet ik gewoon. Want heel veel mensen houden van de Wii game. Ik wou Donkey Kong op zijn bakken schieten met mijn Red Shell. Dat had ik beter nu kunnen doen. Lekker bezig, Rick. Ja, maar Donkey Kong moet even rustig doen. Want als hij nou eerste wordt, dan staan we gewoon samen op de eerste plek. En dat wil ik niet. Ik wil alleen op de eerste plek. Ik gun Donkey Kong niet. Gun Yoshi. Hoppakee. Schiet hem. Lekker, jongen. Die kreeg je nog terug. Hatseflats. Helemaal top. Oh, nu krijg ik ook eentje terug, maar die raakt mij niet. Ik ga meestal op deze kant. Ik weet niet of dit de snelste kant is, maar het voelt voor mij als een redelijk snelle kant zo op deze manier. Let's go. Hier staan de auto's op de weg. Ze rijden gelukkig niet. Ze staan lekker stil, dus dat is helemaal relaxed. Gewoon rijden in een winkelcentrum, Pie. Dus dat is eigenlijk hartstikke leuk volgens mij. Kan je hier trouwens deze bocht zo pakken? Ja, kijk, lekker. Lekker. Dat is hoe je die bocht wil pakken. En dan deze bocht vind ik wel lastig, want ik ga hier dus altijd helemaal naar de buitenkant. Ik weet niet zo goed hoe ik die bocht nou beter aan moet snijden. Misschien weet iemand van jullie dat wel. Ik ben er nog niet helemaal achter, als ik eerlijk ben. Lekker binnenbocht hier, dan hier overheen. Dan zo. Ja, lekker. Top. En dan gaan we nu zo op. En mis ik weer mijn speedboost ding. Beetje jammer. Die mis ik wel vaker eigenlijk. Ik weet niet. Ik ben een beetje noob daarin aan het worden volgens mij. Maar, nou ja, Donkey Konky rijdt alweer tweede. Hopelijk gaat hij nu niet iets op mijn hoofd gooien. Want, oh my gosh. Ja. Lekker dan. Lekker dan. Red Shell. Blue Shell. Oh, die Blue Shell raakt me niet. Lekker. Ja, dat heb ik wel verdiend. Nee, hou eens op. Waarom krijg ik opeens zoveel op mijn hoofd? Nog één. Nee. Hou op. Nu is het klaar. Gelukkig, die raakt mij niet. Razen? Oprijden? Nou ja, vul het zelf maar in. Kindvriendelijk kanaal, familyvriendelijk kanaal. Dus we gaan niet lopen schelden. Let's go. Ik moet een cijfer gaan geven aan deze baan. En Coconut Mall is wel nice. Ik denk dat ik Parijs nog net even iets toffer vind. Maar Coconut Mall is zeker nice. We zijn gefinished. Deze baan krijgt van mij een dikke 8. Dit waren alle banen uit de Gouden Sprintbeker. In de volgende video gaan we alle banen doen uit de Gelukskatbeker. En daar zit een gloednieuwe baan bij. Dus als je dat wil zien, abonneer, zet het belletje aan, doe een duimpje omhoog. En dan zie ik je bij de volgende video. Mazzel!